Oké, we gaan beginnen met het opbouwen van een middeleeuwse stad vandaag. We hebben al een paar dagen hebben we het al over de middeleeuwen. En ook geschiedenis gaat bij ons over de middeleeuwen. We zijn hier vandaag op basisschool De Oversteek in Liemde, waar groep 5-6 van juf Henriette bezig is met het project De Middeleeuwse Stad. Het project bestaat uit 4 delen. Les 1 bestaat uit het bouwen van een middeleeuwse stad op een vloerkleed met houten huisjes. Daar gaan ze met de hele klas omheen zitten en vervolgens komt er een kasteel tevoorschijn. Stel je voor, wij leven in de middeleeuwen. Wij wonen hier ergens in een hutje of in een huisje. Maar dit land is van iemand. Iemand is de baas over dit land. Wat voor iemand zou dat zijn? Dat kasteel wordt op een kleed gezet en de leerlingen discussiëren met elkaar waar het beste zou kunnen komen te staan. Vervolgens komen daar boerderijtjes bij en ook daar weer bepalen de leerlingen met z'n allen waar die het beste zou kunnen komen staan. Waar de boeren het liefste zouden willen wonen, in het bos of juist niet. De boeren leven natuurlijk liever met een stukje grond erbij langs het water. Nou, daar zijn hele discussies over. Want iedereen denkt er het zijne van en wil het liefst de boeren een zo goed mogelijk plekje gunnen. Wat zou belangrijk zijn voor een handelaar? Laten we daar eens even over praten. Je zet hem dicht bij de boerderij. Zou kunnen. Wat zou nog meer een belangrijke plek voor de handelaar zijn? Vervolgens komen daar andere huisjes bij. Zo'n kleine nederzetting trekt handelaren aan. Dus daar komen kleine huisjes bij met handelaren langs de doorgaande weg. Die huisjes moeten ook weer op een zo logisch mogelijke plek komen te staan. De handelaren gaan we bij elkaar laten wonen. Lekker dicht bij het kasteel en bij elkaar in de buurt. Dus we gaan eens even huisjes erbij zetten. Hoeveel huisjes hebben we daar nog? Handelaren hebben natuurlijk niet zoveel grond nodig, hè? Want ze kopen gewoon alles bij de boer. Er ontstaat dan een kleine gemeenschap met een kerkje. En dat kerkje, het kleine dorpje, trekt ook weer steeds meer mensen aan. Het wordt een grotere nederzetting. Vervolgens komt er een grotere kerk, want al die mensen passen niet meer in een kleine kerkje. Er komen steeds meer mensen die komen over de weg en die komen langs de stad. En die denken, hé, een stad met stadsmuren, daar wil ik ook wonen. Waarom? Waarom willen zoveel mensen in die stad met die stadsmuren wonen, Janske? Omdat die muren zijn zo hoog dat je daar veilig bent. Je bent veilig. En stel dat er nog iets gebeurt, waar kun je dan ook nog naartoe? Dubbel veilig eigenlijk, Jinke. Naar het kasteel, die heeft ook nog muren. Vervolgens komt er een raadhuis op het dorpje te staan. En zo langzamerhand past het allemaal niet meer binnen de stadsgrenzen van de muur. Dus moet de stad worden uitgelegd, want de stadsmuur moet verlegd worden. Het wordt allemaal veel te druk in het stadje. Nou, ik heb eigenlijk helemaal niet veel hoeven vertellen hoe het moest. Jullie hadden het heel goed begrepen. En ik vond vooral ook heel knap hoe de stadsmuur zo mooi om de stad heen gelegd werd. En de stadspoorten op de juiste plek. Heel goed gedaan. Super. We weten nu hoe een middeleeuwse stad ontstond. Waarom wil niemand mij geloven? Zo onschuldig ben je nou toch ook niet? Maar ik ben ook geen misdadiger. En zo werd ik wel behandeld. Van het een op het andere moment. Wat nou? Ik weet van niks. Ik wil de kasteelvrouw spreken. Het zal nu niet gaan. Deel 2 van de les is het kijken van een dvd van SchoolTV. Met een verhaal over de middeleeuwen, wat zich afspeelt daar. Van een jong meisje wat in de stad leeft in de middeleeuwse tijd. Ik ben buiten blijven wachten of ik hem misschien zou zien. Ik zag ook nog mensen die een beroep hadden. Ik zag daar een jongetje schaven. Wie weet hoe dat heet. Volgens mij hebben we het er ook over gehad. Al die verschillende beroepen. Die horen bij een groep en die heet dan? Ambachtsmannen. Ja, maar die hoorden bij het gilde. Die kist. Wat zit er in die kist? Nou, die kist staat hier nog, maar is leeg. Bijna leeg. Want alles wat op de tafels ligt, zat in de kist. En dit zat ook in de kist. De middeleeuwse stad. Dat is niet de eerste keer dat we dat horen deze week, de middeleeuwse stad. Nee. We hebben de stad gebouwd.
We hebben de DVD gekeken. We zijn vanochtend naar Helmond geweest. We hebben daar een echt kasteel gezien en een speurtocht gehad over de middeleeuwen. En elke keer komen we weer overal dingen tegen die we ook ergens anders dan alweer hadden gehoord of gezien. En dat is leuk. In les 3, waar de leerlingen nu mee bezig zijn, gaan ze met een opdrachtkaart aan de slag in tweetallen. Er zijn 15 verschillende opdrachtkaarten. Ze hebben meer dan genoeg thema's om uit te kiezen, zoals het bouwen van de middeleeuwen. Met welk moderne gereedschap doe je hetzelfde als met de middeleeuwse gereedschap? Streep het foute woord door. Het leven in een middeleeuwse stad, hoe het vies was. Kunst uit die tijd, het leven in een klooster, het schrijven van oorkondes, het verdedigen van de stad. Welke wand zie je op de afbeelding? Beschrijf er drie. Deze afbeelding. Ja, speren. Zwaard, zie ik. Zo zijn er een heleboel thema's die allemaal aan de orde komen. De leerlingen werken daar zelfstandig mee, in tweetallen. Kijk, want als je hier naar kijkt, die komt er ook uit. En dan past deze er misschien wel bij. Met allerlei bronnen en voorwerpen die in zakjes zitten. Dus het is steeds een hele verrassing wat er uit het zakje komt. En wat ze dan, waar ze dan mee aan de slag kunnen. Kijk het ook niet. Kijk het ook niet. Je buikprik. Moet je kijken bij de D van de. We zijn met dit project begonnen omdat we het blok van geschiedenis, de middeleeuwen, hebben. En we vinden dat zo'n interessant blok dat we dat aanschouwelijk willen maken. En eigenlijk willen we kinderen meer motiveren om zich daarin te verdiepen. Dus we sluiten in dit geval aan bij het hoofdstuk over de middeleeuwse stad. Van de 10 tijdvakken die behandeld worden bij geschiedenis op school. Maar dat doen we dus op een andere manier dan uit een lesboekje. We willen het hele thema van het papier aftillen en er iets actiefs van maken. Leerlingen zijn daar echt hands-on mee bezig. Ze doen zelfstandig veel activiteiten. Ze zien bronnen, ze bekijken bronnen, ze voelen, ze ruiken, ze horen. Dus dat is heel anders dan wanneer je gewoon met een geschiedenisboekje bezig bent. Nou, de middeleeuwse stad vonden kinderen echt geweldig. Ze hebben samen zitten beslissen van waar kan het kasteel en moeten de huizen bij het kasteel en waar moet die muur komen. En wat ook heel mooi was, er zat een poort bij. Wat doe je nou met een poort in een stadsmuur? Waar staat die? Dus in eerste instantie stond die midden in het weiland. Maar je krijgt van kinderen reacties, ja maar die poort die moet daar niet. Oh, die moet bij de weg. Dus kinderen gaan zelf kijken van hey, hoe zat zo'n stad in elkaar? En dat maakt het zo duidelijk voor kinderen. Dus dat is echt geweldig. Deze opdrachten zijn ook erg leuk. We merken voor groep 5 is het soms wat lastiger om het goed te kunnen lezen. Dus dan ondersteunt groep 6 hierbij. Maar de opdrachten vertellen zoveel meer over het leven in die middeleeuwen. Dat is echt geweldig. En ja, de spullen die erbij zitten maken het voor kinderen spannend. Elke keer komt er iets uit zo'n zakje en het hoort bij die opdracht. Heel erg leuk. En les 4 is nog een afsluitend bordspel, wat met de hele klas tegelijk gespeeld kan worden. Het lijkt een beetje op levensweg. Elke leerling krijgt een rol toebedeeld. Dat kan zijn een boer of een ambachtsman of een hertog of een bisschop. Ik zou zeggen, ga zeker dit project gebruiken. Kijk goed in je eigen methode wat je weg kunt laten, want het project is daar ook echt op gebaseerd. En het blijkt in de praktijk dat je dat moet doen. De eerste keer durf je dat niet zo goed, maar als je het gedaan hebt, zie je van het kan lesmethode vervangend zijn en dat is echt geweldig.